Ik ben Jan-Willem Evers. Ik werk bij Hooghemelerschap Holland Noorderkwartier bij het cluster onderzoek. Ik hou me vooral bezig met toetsing van regionale keringen, maar ook wel met normeringszaken. Beoordeling primair met niet waterkerende objecten. En ik mag vandaag hier iets vertellen over DAM, dijksterkte analysemodule. En ik sta eigenlijk in een hele leuke rol, want DAM, het is een computerprogramma, het is ontwikkeld door Deltares in opdracht van STOA, maar ik ben niet van Deltares, dus ik ga iets vertellen. Eerst een stukje ontwerpen met DAM en vervolgens ga ik het nog hebben over de beoordeling, primaire kering, hoe we daar DAM inzetten bij Holland Noorderkwartier. Dat ga ik doen in eerste instantie aan de hand van een eerste schetsontwerp. En die ontwerpmodule van DAM. Afgelopen vrijdag heb ik voor het eerst met die ontwerpmodule iets gedaan. Even een kleine bekentenis. Maar ik denk, ik kan het verhaal van die afstuderen hier gaan presenteren, maar dan sta ik helemaal zo ver van die materie af. Dus ik ga gewoon achter die knoppen. En wat gebeurt er dan? Dus ik heb een kader gepakt, een boezemkader is afgekeurd. Even een wat hogere doel gesteld, niet een kleine verbetering, want ik wilde wel kunnen zien wat gebeurt er. En wat heb ik gedaan? Ik ben eerst gewoon eens met de hand gaan proberen van waar ik zou ongeveer op uitkomen aan versterkingsontwerp. En vervolgens heb ik diezelfde exercitie met DAM gedaan en dan met 3 rekenmethoden daarin. En ik heb even Bishop gekozen vanwege de snelheid. En ik wil jullie in eerste instantie even meenemen in de stappen die gezet zijn. Mijn eerste stap was, ik ga eens die sloop dempen, kijken wat dat voor een verschil maakt. Het doet wel wat, maar we zijn er nog lang niet. Korte berm, eens kijken hoe ver komen we met het huidige ruimtebeslag. Het is ook wel weer beter, maar nog steeds een gat. Gaan we die berm eens verlengen. Het kruipt al wat verder, maar nog steeds niet. Een bermpje wat hoger, nog wat langer maken. In de buurt, voor nu even goed genoeg. Want de oplettende kijker heeft al gezien, ik heb er nog steeds geen sloot in zitten. Die maar eens toevoegen. We schieten weer omlaag. En we zien dat het glijvlak richting het einde van de berm gaat. Maar dat wil ik nu eigenlijk nog helemaal niet weten, want het ging om die totale dijk. Rekeninstellingen aanpassen, dan krijg ik dit beeld. Nog steeds niet. Sloot maar weer eens verplaatsen. Nog steeds niet. Bermpje maar weer eens wat verlengen. Eerste slag, we zijn er. Nog even kijken, schuift met talud niet gewoon mijn berm in? Dat lijkt wel goed te zitten. Berm, schuift die ook niet weg, blijft die wel liggen. Een iets lagere veiligheidseis, meestal hanteren we een factor lager. Voldoet nog niet, maar ik heb nu een eerste beeld. Zelfde exercitie, maar dan met DAM. Ik heb eerst de DAM de methode gebruikt zonder zonering of geen verboden gebieden. En wat we zien is, DAM die voert ook van die iteraties uit. Er komt een bermpje in, de berm wordt groter, wordt groter, wordt groter. En uiteindelijk wandelt hij zijn berekening uit, omdat hij nog steeds niet aan de vereiste veiligheid voldoet. Dus dat is wel ook een resultaat van, ik kan de berm blijven verlengen. Er zit nog iets. Een andere optie is de zoneringsmethode die ook in die geostability zit. Wat doet die? Dan krijgen we dit resultaat voor een groot vlak. Ook hier nog een resultaat voor bij de berm. Andere optie met verboden gebieden. Dus we beschouwen nu alleen de glijvlak. Intreden tot aan de bovenste helft van het talud. Levert dit resultaat op. En snel wat schermafdrukken erbij, dat je dan in DAM die som ook ziet. En als ik dat zo'n beetje bij elkaar breng, dan hebben we die berekening die helemaal wegwandelt. Die geeft aan dat er nog met die berm wat aan de hand is. Dat volgt ook uit zonering. En die forbidden zone die geeft ook het beeld van, de talud dat zal niet meteen de berm inlopen. En ik denk, dat klinkt wel bekend. Want dat was eigenlijk de conclusie die ik ook op basis van die eerste exercitie met de hand had. Dat is even naast elkaar gezet.
Nou, ik ben zelf even een snelle slag. Ik heb wat bochtjes afgesneden. Nou, een minuut of 70 ben ik bezig geweest. 3 runs met dam gedaan. Ja, dat... Ja, jullie zien het. Het was wel iets sneller. En wat komt er nu aan ontwerpen uit? Ik heb ze even op elkaar gelegd. En die donkergrijze lijn, de basis. En blauw het ontwerpje waar ik op uitgekomen ben. Dan zien we een geel lijntje. Dat is eigenlijk het resultaat van zowel dam met sonering als dam met Forbidden Zone. En die lichtgrijze, dat is die van dam die maar door bleef wandelen totdat hij niet meer verder kon. Ja, er zit zo'n 1,8 meter verschil in ruimtebeslag als je vanuit de sloten kijkt. De berm komt ongeveer op hetzelfde punt uit. Er zijn ook nog wel wat verschillen te zien. Ik had mijn slootdiepte ten opzichte van Maaiveld en Dan die hanteerde het waterpeil. Maar als je zo'n beetje door de oogharen heen kijkt, dan is het toch redelijk hetzelfde beeld wat eruit komt. In ieder geval in mijn beleving. Ja, hebben we het dan over Dike Design 2.0? Dit is de titel van een afstudeerscript die Koen Stelling bij ons heeft opgeleverd. Hij heeft een kwalitatieve studie naar de toepasbaarheid van automated engineering bij regionale dijkversterkingsprojecten. En die studie heeft hij aan de hand van dam gedaan. En een van de onderdelen was een feit wat ik ook gedaan heb, maar dan gestructureerd uitgewerkt een case study voor 3 dijkvakken. En wat Koen gedaan heeft, die heeft op basis van alle stappen in het proces, heeft hij een aantal criteria bedacht. Hij heeft vervolgens aan allerlei experts gevraagd, hoe belangrijk vinden jullie die dingen? Nou, hoe belangrijker die criteria werden geacht, hoe hoger de score. En op basis van al deze criteria heeft hij gewoon al die stappen doorlopen. En vervolgens heeft hij vergeleken met als we het handmatig doen of traditioneel, wat betekent dat en wat betekent het als we het met zo'n systeem als dam doen of automated engineering. Onder andere uit zijn rapportage even wat plaatjes, dit soort ontwerpen. Bovenste ontwerp op de traditionele manier, onderste met dam. En dan de tijdsverschillen die werden ook benoemd. Nog een voorbeeld. Ook weer snelheidsverschil. En het derde plaatje ook. Deze was dan even niet benoemd, behalve dat die tweede met dam sneller was. En nou was er door de oogharen heen wel een vergelijkbaar beeld. En, hij is ook nog ingegaan op andere mogelijkheden die dit soort instrumenten bieden, omdat ook gegevens mee worden geleverd over de uitvoer van bijvoorbeeld uittredenpunten van je glijcirkels. En ja, dat kun je dan weer naar GIS exporteren. En in dat bovenste plaatje zien jullie dan een projectie van waar de nieuwe sloot ongeveer uit zou komen. Dus dan kun je al een eerste beeld krijgen. En als je vervolgens dat soort data nog omzet, dan kun je ook eventueel 3D-presentaties maken. Allemaal mogelijkheden die hij benoemt. Nou, de conclusies, dit zijn even mijn woorden. Het biedt mogelijkheden in regionale dijkversterkingsprojecten, automated engineering. Er was weinig verschil eigenlijk in de basisgegevens die je nodig hebt. En er was wel veel verschil in de wijze van schematiseren, de berekeningen, analysemogelijkheden en rapportagemogelijkheden. Nou ja, de conclusie van Koen was ook van het scoort goed op herleidbaarheid, betrouwbaarheid. Dat soort methodes en dat waren nou weer juist die kolommetjes die het belangrijkst werden geacht door de mensen die hij gesproken heeft. En dan ja, de snelheid, die werd ook nog als een pre benoemd door de mensen. Dat was even heel snel, vogelvlucht. Wat mogelijkheden van dam met de ontwerpmodule. Maar als je wat anders denkt, wat wij ook doen bij Noorderkwartier is, net als alle andere waterschappen, beoordeling primaire waterkeringen. En daar gebruiken we ook dam bij. Want er is nog wel eens het beeld van, ja, dam is iets voor toetsing van regionale waterkeringen. Maar ja, je kunt ook met calamiteiten, je kunt ook ontwerpen. Maar we hebben ook een toepassing gevonden bij primair. En die wil ik nu behandelen. Wat we voor de beoordeling nodig hadden, dat
Ja, het was een vakindeling of eventueel nog een subvakindeling. En we hadden inzicht nodig in hoeveel grondonderzoek hebben we nou eigenlijk nodig. En ja, die inzichten bleken we niet met de WBI-software te kunnen krijgen. Vraag me niet waarom, ik heb geen idee namelijk. Maar het bleek wel mogelijk met DAM. En ja, wat hebben we gedaan? Deze stappen eigenlijk in eerste instantie van basis van de gegevens die we hebben, is er een eerste vakindeling gemaakt. We hadden een geotechnisch lengteprofiel, dat hebben we eigenlijk allemaal omgezet, alle gegevens, naar DAM. Op basis van berekening in DAM kregen we al een eerste beeld van, nou, hoe staat het ervoor. En vervolgens dan was het de benadering, we gaan eerst 1D doen. En als we het verder netjes 2D uitwerken, mag het alleen maar beter worden. Dus die 1D-benadering in DAM moest heel conservatief zijn. Nou ja, dat resultaat van DAM, dat hebben we vervolgens nog weer omgezet. Hebben we in digestibility nog batchberekeningen gedaan om het aan te scherpen. En dat leverde dan uiteindelijk een vakindeling op. Ja, daar zitten nog wel wat stappen in. We hadden alle ondergrondgegevens, overige gegevens. Daar maken we eerst een DAM-project van. Dan kunnen we binnen DAM al die stabiliteitsberekeningen laten uitvoeren en een eerste beeld krijgen. Maar we hebben daarna nog wel die slag aan die rechterkant moeten doen, omdat de DAM-versie waar wij deze analyse mee gedaan hebben, die werkt nog met GeoStability versie 15. Inmiddels is er een versie in ieder geval al gemaakt die op 18 draait. En Irene weet ongetwijfeld wanneer die geleverd gaat worden. Dat is al heel snel. Dus wat wij nog gedaan hebben, we hebben die DAM-uitvoer, dus onder andere alle die geostability bestanden. Wij hebben die STIES gepakt. We hebben vervolgens daar met een script een volledig nieuwe materiaalbibliotheek ingezet. En met die geostability, met een batchberekening, met die nieuwe grondeigenschappen, ook weer berekeningen gedaan. En met die resultaten hebben we dus onder andere die vakindeling opgezet. Ja, dat hebben we gedaan elke 25 meter voor traject 12-2. Want ik al zei, geotechnisch lengteprofiel. Uitgangspunt 1D is ongunstig, mag alleen maar beter worden. En we hebben ook voor die hoge dichtheid gekozen, niet alleen om het voor het WBI goed te krijgen, maar ook zodat we die gegevens kunnen gaan gebruiken voor zaken als een legger, een risicogestuurd beheer, dat soort kreten worden dan ook genoemd. Even wat plaatjes van het AutoCAD-profiel omzetten op basis van de posities van de laagscheiding naar de ondergrondmodel, zodat DAM daar een projectbestand van kan maken. Geometrieën, bodemopbouw gecombineerd. Ja, in eerste instantie zou dat het plaatje opleveren zoals boven, maar er is gezegd, ja, maar de grondeigenschappen van die bovenste lagen zijn wat gunstiger dan van die midden. Dus we doen alsof het een zanddijk is om in ieder geval aan de veilige kant te zitten. In DAM, hier een stukje van het traject. Alles scoort groen, dus dat geeft dan wel een beeld dat het waarschijnlijk wel in orde is met de stabiliteit. Ook mooi te zien, van je hebt je kaartbeeld, je hebt al je gegevens van je berekeningen. Je hebt de mogelijkheid om de berekeningen te openen. En uiteindelijk, met de verfijningslagen er nog overheen, die geostability, 2D-uitwerking... levert dat een vakindeling en resultaten op voor in ieder geval de beoordeling van de stabiliteit van dit normtraject. Dan nog een andere toepassing, ook met DAM. En dat is bij 13.4 dat we op dit moment elke 100 meter een rekenprofiel gedefinieerd. Daar is op basis van het SOS zijn allemaal scenario's doorgerekend. En op basis van die resultaten wordt bepaald hoeveel grondonderzoek we nodig hebben. DAM ziet het er dan uiteindelijk weer zo uit. Dan met die bolletjes elk dwarsprofiel een score. En uiteindelijk op basis van die scores wordt er dan gezegd, daar waar het waarschijnlijk wel goed zit, dan kunnen we met minder grondonderzoek uit de voeten. En daar waar het in dit geval rood kleurde, zeggen we, daar willen we meer weten, beter weten. En op die manier wordt DAM dus bij ons ook gebruikt voor de beoordeling van de primaire keringen. Dat was mijn sheet. Jij had zorgen of ik 55 sheets binnen een kwartier kon doen, maar ik denk dat ik redelijk geslaagd ben.
Goed, ik ben Mieke Huisman van Schieland in de Krimpende Waard. Ik ben bij ons verantwoordelijk voor alle toetsingen. Dus dat is primair en regionaal. En ik wilde nu vooral even ingaan op de regionale keringen. En dan vooral op de toetsing van de regionale keringen met DAM. Wij hebben, ik denk sinds een jaar of 4, 5 zijn wij met DAM bezig. We hebben het gebruikt voor de primaire kering in eerste instantie. En nu gaan we het ook inzetten voor de toetsing van de regionale keringen. Wij hebben ongeveer 200 kilometer te toetsen regionale keringen. En dat zijn de genormeerde keringen door de provincie. Maar er zijn ook een aantal keringen waarvan wij denken, daar willen we toch wel iets meer inzicht, ook al zijn ze niet genormeerd. Onder andere rondom 16hoven. En er zit nog een stuk in Zoetermeer, wat we wel interessant vinden. Rond de Eendrachtspolder, dat is een gebied dat we onder water kunnen zetten bij calamiteiten. Daar zijn dijken om aangelegd en willen we ook wel weten wat daar gebeurt. En 200 kilometer lijkt niet zo heel erg veel als je dat vergelijkt met andere waterschappen. Maar wij hebben ongeveer een halve FTE op de toetsing zitten. Dat is niet zo heel veel. Dus het moet ook wel vrij efficiënt gebeuren allemaal. We zitten met 3 man op toetsing primair en regionaal. Dus niet een hele grote club. Nou, de vorige toetsronde hebben we met RRD getoetst. En dat was een voorloper van DAM. Ook zo'n geautomatiseerd pakket. En dat heeft Deltares toen voor ons uitgevoerd. 123 kilometer getoetst. Dus iets minder dan dat we nu willen toetsen. Met een rekenprofiel elke 100 meter. En ja, je ziet daar boven het plaatje, ze hebben 1 rekenslag gedaan. Alles wat goed was, was goed. En bij alles wat niet goed was, hebben wij gekeken, willen we daar nog een detailanalyse op doen? Of zeggen we nou, we geloven inderdaad dat het niet goed is, want we twijfelden daar al aan de stabiliteit. En dat is misschien nog even goed om erbij te zeggen. Het gaat hier dus om de toetsing op stabiliteit vooral. En dit is onze aanpak voor deze toetsronde tot en met 2024. We gaan gewoon toetsen volgens het uitvoeringsprogramma, uitvoeringsbesluit van de provincie. Maar we hadden ook zoiets van, ja, als we toch gaan toetsen, moeten we een heleboel gegevens verzamelen en overzichtelijk bij elkaar brengen en schematiseren. Dit is een mooie kans, een mooi moment om die verbinding met het beheer wat sterker te maken. En naar een soort van continu toetsing te gaan, waarop we de data zo voorbereiden en klaarzetten dat we, ja, als er vragen vanuit beheer komen of vergunningverlening, dat we diezelfde gegevens daar weer voor kunnen gebruiken. En dat is eigenlijk de reden dat we met DAM aan de slag wilden. Die continu toetsing, ja, dat betekent dan voor de hoogte dat we eens in de 4 jaar winnen we zelf hoogtedata in of hebben we een AHN. Dan gaan we opnieuw naar het hoogtebeeld kijken en dan weer met beheer om tafel om te kijken of alles nog op orde is. En voor stabiliteit betekent dat we na veranderingen buiten, of bij vragen of ook weer na een nieuwe hoogtemeting ook alles nog eens door kunnen rekenen. Daarvoor moeten dus de basisset in DAM op orde. En waarom dan met DAM? Ja, omdat we die gegevens dan centraal kunnen ontsluiten. Gegevens zijn dan ook vrij makkelijk aan te passen en daardoor meervoudig inzetbaar. En ja, Jan-Willem heeft al een beetje laten zien hoe DAM werkt met de ondergrondmodelgeometrie. Nou, de eerste stap is dus om met een goed ondergrondmodel te komen. Dat kun je op basis van een geotechnisch lengteprofiel doen. Maar wij hebben langs onze regionale keringen niet zo heel veel grondonderzoek. Ook geen geotechnisch lengteprofiel dus. En in die RRD-toetsing uit 2008 heeft Deltares voor ons daarom een stochastisch ondergrondmodel gemaakt. Even kijken. Ja, al deze groene trajecten, daar hebben we een ondergrondmodel voor. En alle rode trajecten willen we nu gaan toetsen. Hadden we nog geen ondergrondmodel voor. En die hebben we nu laten maken. En dat stochastische model ziet er dan zo uit. Dus je hebt deze de toetsen trajecten die delen wij op in segmenten waarvan we denken, nou, hier is de ondergrond ongeveer vergelijkbaar. En per segment heb je dan een aantal scenario's van een grondopbouw die voor zou kunnen komen. In DAM is dat eigenlijk gewoon 2 Excel sheets. In de ene staat welke segmenten je hebt en in de andere staat hoe die zijn opgebouwd. En dat Deltares ondergrondmodel, dat was voor de vorige toetsing heel bruikbaar. Alles werd gewoon 1 keer doorgerekend op een grote computer en de laagste score, dat was de eindscore. Maar als we DAM voor analyses willen gaan gebruiken, dan willen we eigenlijk het liefst niet zo heel veel scenario's hebben, want het levert nogal wat analysewerk op. Ik heb hier een voorbeeldje ingeplakt, daar rechts zie je de scenario's voor 1 segment, dat zijn er 72.
Dus dat betekent dat je voor een segmentje van 1 kilometer dat DAM 72 berekeningen gaat doen. Die moet je allemaal analyseren. En als je dan ook nog eens verschillende scenario's wil doorrekenen, dus nat, droog, met opdrijven, zonder opdrijven. Nou, we hadden 160.000 rekenresultaten voor al onze regionale keringen. En ik heb die allemaal zitten doorklikken om te kijken van welke scenario's zijn nou wel of niet relevant. Nou, dat is echt, ik werd helemaal gek. Dus ze dachten, dit is echt niet werkbaar, dit moet anders. Dus je ziet ook dat eerste scenario daarboven, die 1D1, die heeft ook een kans op voorkomen van 0,05%. Nou ja, dat soort dingen zaten er ook in, dat we dachten, hoe gaan we daar nou mee om? Dus we hebben een nieuw ondergrond, of dit ondergrondmodel laten aanscherpen. En ik had die 160 scenario's al zitten doorklikken. En het grote voordeel van bij een waterschap werken is dat je op het moment dat je te veel werk vindt, kun je zeggen, we vragen een bureau of die het over willen nemen. Dus die hebben dat voor ons gedaan. We hebben aan Crux gevraagd of ze al ons grondonderzoek dat wij beschikbaar hadden, dat Deltares-model was gebaseerd op alles wat in Dinoloket stond. Wij hadden zelf ook nog allemaal grondonderzoek. Om dat er dus naast te zetten en op basis daarvan een aanscherping te maken. En ja, Crux die heeft voor ons twee tools daarvoor gebouwd. Dit is er eentje waarin je automatisch sonderingen kunt interpreteren. Dus ze hebben al ons grondonderzoek hebben ze in GEF omgezet. Bijna alles was nog in PDF. En dan kun je hier een GEF inlezen en dan op basis van koningsweerstand, wrijvingsgetal komt daar een schematisering uit. En door die allemaal overzichtelijk naast elkaar te zetten met al onze scenario's, konden ze met een tweede tool nieuwe kansen toekennen. Want op het moment dat je grondonderzoek toevoegt aan zo'n model, dan moet je natuurlijk ook weer die kansen aanpassen. Nou, en dat heeft een nieuw model opgeleverd, waarbij we op de meeste plekken wilden we reduceren tot minimaal 10 scenario's. Nou, op sommige plekken is dat gelukt. Op sommige plekken was er gewoon echt te weinig grondonderzoek. Dus daar zijn we nog mee bezig om te kijken van, hoe gaan we dat nog optimaliseren? Willen we daar nog iets doen? En dan nu verder met de verdere inrichting van DAM. We willen weer om de 100 meter gaan rekenen. Dus we zijn nu profiellocaties aan het uitzoeken. En dan een eerste rekenslag. En ons idee met deze toetsing is om DAM weer die eerste rekenslag te laten doen, net als de vorige keer. Dan te kijken wat komt eruit. Detailanalyses te doen, maar dan wel met als verschil dat de vorige keer zijn die detailanalyses gedaan en toen hield het toetsproces op. En nu willen we dus de resultaten en de gegevens die uit die detailanalyses komen, die doen we dan waarschijnlijk gewoon met die geostability, om die weer terug te zetten in DAM. Zodat je al die gegevens en die berekeningen weer op één plek centraal bij elkaar hebt. Nou, we staan ook met de DAM niet stil, want er moest nog wel het een en ander gebeuren om het aan te laten sluiten op de leidraad toetsen. We zijn daarom nu bezig samen met Deltares met de doorontwikkeling van DAM. Een paar dingen zijn lift van als standaardmodel, piping en heave volgens de laatste inzichten. Dus de WBI kernel voor piping wordt aangesloten op DAM. Schematisatie van verkeersbelasting moet iets anders, dus daar zijn we nu mee bezig. DAM wordt ook aangesloten op die soil model en op de wat langere termijn ook op de, waarschijnlijk op de kernel macrostabiliteit voor WBI. Zodat je misschien in de richting ongedraineerde rekenen kan denken. Nou ja, dat zijn allerlei ontwikkelingen waarbij je regionaal en primair een beetje van elkaar kunnen leren. En waarbij we aan het verder denken zijn van hoe kunnen we hier nou een goed toetsinstrument van maken. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat doen we met een begeleidingscommissie van verschillende waterschappen en STOA. Waarin we allerlei van dit soort doorontwikkelingen bespreken. Ik denk dat we daar nu ook een beetje op verder gaan. Dit was mijn verhaal.